ben gewoon echt in een teamverband bezig. Je doet allemaal een stukje in die puzzel en uiteindelijk kom je wel met een complete puzzel thuis. Nou, ik ben Martijn Maljaars, ik ben 26 jaar oud en ik werk bij Sportbedrijf Rotterdam in het team buitensport. Het houdt in dat ik dan in de zomer op de grasmaaier zit om de sportvelden netjes bij te houden, dat de vereniging erop kunnen spelen. En in de winter is het vooral het klein snoeiwerk zagen, snipperen van afval en zorgen dat de complexen er voor het volgende seizoen netjes bij liggen. Nou, het leukste aan mijn baan vind ik eigenlijk wel vooral de afwisseling. In de zomer is het verhoudingsgewijs best wel hetzelfde werk, maar in de winter dan compenseert dat weer omdat je heel veel afwisselend werk hebt, veel verschillende klussen. Je snoeit als het snel gesneeuwd is, dan moet je sneeuw schuiven, dus het is elke dag wat anders. De sport die ik beoefen, dat spreekt eigenlijk voor zich aan, dat peil ik ook voor mijn rug te zien. Boogschieten, dat doe ik inmiddels bijna 2 jaar. Nou, het mooie vind ik vooral dat je leert jezelf ook ze met de beheersen. Je moet er heel veel rust voor hebben. En de vaardigheid moet je echt uit jezelf halen. Je bent echt zelf ermee bezig, zonder extra hulpmiddelen. Eigenlijk voor mij is het eigenlijk een stukje rusttherapie, zeg maar. En het is natuurlijk gewoon lekker samen zijn met je verenigingsgenoten. Dat is ook een groot voordeel. Ik ben dan 2 jaar geleden bijvoorbeeld, ben ik op vakantie geweest in Oostenrijk. Met hem heb ik samen met mijn broers en heb ik een zogeheten 3D-parcours gedaan. Het was een 3D-parcours dwars door de bergen heen, zeg maar. Waarbij je dan elke keer dieren van schuimrubber, zeg maar, moet raken. Maakt het gewoon ontzettend leuk. Het is eigenlijk een nog leukere tak van sport dan gewoon op een kale blazoen schieten.